Een van de opleidingen uit Studentenkeus is toegepaste architectuur. En die opleiding die spreekt zo tot mijn verbeelding dat ik het niet kon laten om zelf eens tot die Mechelen te trekken. Dus ik ga deze opleiding zelf een keer checken. Ja, ik ben Bart. Alright, ik ben Vanne. Ik kom hier een dagje architectuur mee volgen, als het goed is. Ja, dan bent u zeer welkom. Wij leiden wel geen architectuurstudenten op. Met ons is het een opleiding toegepaste architectuur. Dus wij leiden geen ontwerpers op. Wat doen wij wel? Wij maken het project van de architect, het ontwerp van de architect, volwassen en bouwbaar. Alright, dus okay. Het is een veel meer technischere opleiding. Oké. Ja, we staan hier al in een heel volle ruimte. Ja. Waar zijn we hier juist? We zijn in ons Watsoncentrum. Dat is ons centrale leercentrum van de campus. Hier vind je een bibliotheek met allerlei boeken, een stalen bibliotheek en een fablab. Hier worden ook presentaties gegeven. Je kan hier ook bijles krijgen enzovoort. Alright, dus het is echt heel veel praktijk eigenlijk in deze opleiding. Ja, we zijn een praktische opleiding. Hè. We zijn een professionele bacheloropleiding. Dus de focus ligt echt wel op de praktijk, praktijkgericht. We hebben natuurlijk een gedeelte theorie. We hebben ook computerlessen en we hebben projectatelier waarin dat de studenten hun kennis en vaardigheden dat ze verzameld hebben in de andere lessen omzetten in reële praktijkvoorbeelden. Alright, kunnen we eens gaan kijken? Ja. Alright. Goed. We zijn nu in het atelier, heb ik begrepen. Ja. Waar zijn jullie juist mee bezig momenteel? We werken hier aan een praktische deelopdracht, wat dan nu momenteel een terrein ontwerpen is. Oké. En dat is dan van begin tot einde alles omgevingsuitdenken? Ja, alles gaat deels gedetailleerder. Alright. En hier worden jullie ook begeleid? Ja. Right. Supergoed begeleid. Supergoed begeleid? Ja, echt wel. Top. Ik kom net van bij het atelier. Mm-hmm. Ze hebben mij verteld dat hier zo een beetje alles samenkomt. Ja, klopt. De opdracht van het atelier was een opdracht die voornamelijk gericht was naar duurzaamheid en hoe we dat het beste konden doen. We hadden eigenlijk een deelopdracht, deel A en deel B. En deel A was dat we met een isolatiemateriaal PUR of PEER mochten werken. En deel B was eigenlijk hetzelfde, alleen je isolatiemateriaal mocht veranderd worden naar een ecologisch duurzaam isolatiemateriaal. Okay. Isolatie dat ecologisch verantwoord is super eigenlijk. Het enige nadeel is eigenlijk dat het wat dikker wordt om dezelfde isolatiewaarde te krijgen. Okay. Hier heb ik een klein voorbeeldje. Deze dikte hier heeft dezelfde isolatiewaarde als het kleine peerstoutje. Ja. Maar duurzame, ecologisch verantwoorde isolatie is veel beter voor het milieu, voor de isolatie. En dat is echt de clue van de opleiding. Okay. Hoe kan je iets goed bouwen wat ook nog eens ecologisch verantwoord is? Oké, dus echt focus op dat duurzaam proces ja, van het hele. Ja, precies. Want dat is ook, jullie leren echt alles van het volledige proces, denk ja, ik. Ja, klopt. We leren eigenlijk van A tot Z, het hele bouwwereldje krijgen wij hier mee, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Zalig. Dus, en is dat waarvoor dat je voor de opleiding gekozen hebt? Ja, zeker. Ik vind het een hele goede opleiding. Ook als je echt geïnteresseerd bent in het hele verhaaltje er rondomheen. Maar ook het ecologisch verantwoorde verhaaltje erachter. Dat wordt in de toekomst zo belangrijk. Dus dat is echt wel iets waar belangrijk naar gekeken moet worden. En dat doen ze super op deze opleiding. Alright, my tof. Het enthousiasme spat eraf. Ja. Leuk om te zien. Ik sta hier bij Verelst
En jullie kunnen mij daar iets meer over vertellen, denk ik. Klopt het dat jullie studenten zijn hier? Ja, dat klopt. Wij zijn studenten toegepaste architectuur in het derde jaar. En wij doen momenteel werkplekleren bij Verelst. Alright. En wat houdt dat dan juist in? Dus in het derde jaar kunnen wij bij het vak werkplekleren eigenlijk een beetje proeven van wat het inhoudt om hetgeen wat we op school leren in de praktijk te kunnen toepassen. Oké. En hoe ziet een dag er dan zo ongeveer uit? Is dat vast? Of? Een dag dat wij doen als studenten is eigenlijk vrij gelijkaardig aan de mensen die hier werken. Want de bedoeling is dat we echt meedraaien in het bedrijf. Oké. En echt met bestaande projecten dan ook? Ja, dat klopt. De projecten waaraan wij aan werken, dat zijn ook echt lopende projecten die in de werkelijkheid uitgevoerd zullen worden. Oké, kijk, cool. Stop dat je dat zo eens kunt proeven, ook op een echt bedrijf, kan ik me voorstellen. Ja, ja, het is heel anders dan op school natuurlijk. Ja, dat zal wel. En jullie zijn alle drie studenten, of...? Wij twee zijn studenten en hij hier, Thomas, die was hier vorig jaar student, heeft hier vorig jaar werkplekleren gedaan en is hier ondertussen vast in dienst. Hoppakee, nice. En heb je dan een eigen bureau of iets hier gekregen al? Kunnen we die ook eens zien? Ja, zeker. Ja? Alright. Voilà, dit is mijn huidige werkplek. Zie je, maar zo clean hier alles. Ja, ik vind dat ook. Goed voor de rust. Ja, het is dat, inderdaad. En wat doet je hier nu juist van job dan? Ja, ik teken gebouwen uit in industriebouw. Dus wij krijgen eerst een model doorgestuurd van een architect. En wij tekenen dat volledig opnieuw uit. En ja, uiteindelijk maken wij daar dan productietekeningen van. En voorzien wij dat het gebouw gebouwd wordt. En is dat iets dat je in groep doet, of is het veel alleen werken ook? Dat wisselt eigenlijk heel hard af. Hangt ervan af hoe groot dat het project is en hoe dringend dat het af moet natuurlijk. Ja. Dus ja. We hebben een paar projecten waarbij dat we toch wel met 5 man tegelijk aan werken. Oké, dus wel heel uitdagend eigenlijk ook. Ja, maar ook wel plezant, omdat je zo nauw samenwerkt met iedereen. Ja, tuurlijk. Maar cool. En lijkt het voor u de opleiding? Wel ja, ik ben vooral gefascineerd zo door het feit dat het zo anders is dan architectuur eigenlijk. Dat er zoveel verschil in zit in die twee, dat wist ik helemaal niet. Ik vind het leuk zo de gedrevenheid dat er hangt en zo de vibe op de campus en zo. Iedereen heeft er zo echt zin in precies, dus dat is heel tof. Dus ik ga er zeker over nadenken. Oké, dat is te beter. Goed. Heel veel succes nog, zou ik zeggen. Dank je wel. En wie weet, tot binnenkort. Tot binnenkort. Goed, dan nu. Jo.